Een opmerkelijke ontwikkeling werpt een schaduw over het schijnbaar zorgeloze leven van de Meilandjes in Chateau Meiland-Vips. Terwijl de camera's draaien en de versat van geluk in stand lijkt te blijven, onthullen geruchten een duister hoofdstuk in de zaak rondom Maxime Meiland. De man die beschuldigd wordt van verkrachting door Maxime, zou naar verluid een privédetectieve hebben ingeschakeld om diep in het verleden van Maxime te graven. Opvallend genoeg doet de naam van de privédetectieve de wenkbrauwen fronsen, Sander van Betten, de voormalige partner van Erika Meiland. Volgens Weekblad Privé is Sander door advocaat Peter Schouten ingehuurd om te speuren naar informatie die de beschuldigingen tegen zijn cliënt zou kunnen ondermijnen. Jan Dijkgraaf, bekend van het schrijven van de biografie van Maxime, werpt in een openbare brief op zijn website een scherp licht op deze intrigerende wending. Beste Sander, begint Dijkgraaf zijn betoog. En jawel, daar verschijnt hij weer op het toneel. Advocaat Peter Schouten, Bekend om zijn strategie van het onder de bus gooien van zijn cliënten, zou een privédetectieve hebben ingeschakeld om diep te graven in het verleden van Maxime Meiland. En wie manifesteert zich als een hoofdrolspeler in dit mysterie? Sander van Betten. Dijkgraaf suggereert dat Sanders ongenoegen begon toen Erika in haar biografie ontkende ooit een relatie met hem te hebben gehad. Misschien zit jouw teleurstelling over je mislukte relatie met Erika zo diep dat jij degene bent die, voor een vriendenprijsje, de privédetectieve heeft ingehuurd om in Maxime Meilands verleden te vroeten. Deze plotwending werpt niet alleen vragen op over de intenties van de betrokkenen, maar onthult ook de onderliggende spanningen en persoonlijke geschillen die achter de schermen van Château Meiland VIP spelen. Terwijl de rechtszaak voortduurt, blijft de soap rondom de Meilandjes zich ontvouwen, met onverwachte spelers die het script van het echte leven schrijven.